Welkom bij NL Magazine, Going to the Movies. En naast me zit weer... Patrick van der Wijk. Ik ben Maurice Arout. En dit keer gaan we het hebben over... Jumanji, hè? Ja. Jumanji. En dat is dan... De remake. Nee, het is een vervolg. Oh, het is een vervolg? Ja. Oh, ja, het is een vervolg. Ja, ja, ja. Nee, even voor de duidelijkheid. Vervolg, ja. We gaan weer spoileren, dus... Klopt. En een van de eerste spoilers is dat het een vervolg is. Want we zien dat het bord wordt opgegraven. Een spelbord nog. Klopt. En die verandert in een videogame. En dat hebben ze heel leuk gedaan. Oeh, ja. Om aan te passen. Ja. Dus dat hebben ze goed gedaan. Ja. Ik vond het een hele leuke film die helemaal wel klopte. Ja. Wij hebben nog een discussie gehad. Is die niet leuker dan de originele? Ja. Ik vind van wel, want de originele vond ik erg rommelig namelijk op een gegeven moment. Is dat die manier structuur in? Ja. En ze hadden het ook heel goed gedaan, want in dit geval het gaat dus echt over gaming. Dus echt zo'n RPG is het even toch? Klopt. Ja. En al die dingen die je vaak in zo'n game ziet, komen echt naar voren. Dus als een personage komt, die heeft echt zeg maar, twee lines te vertellen, dan doet hij ook alleen die twee lines. Klopt, en dan stopt hij. En dat vond ik heel, heel sterk gemaakt. Ja, klopt. En het concept van levens vond ik ook heel leuk effect. Ook leuk. Ja. Ja, dus, maar ja, laten we ook weer de film maken. De karakters maken ook de film. Ja, ja, ja. Als je, zowel Kevin Hart, die is natuurlijk die is erg grappig. Ja. Dwayne The Rock Johnson. Ja, deed het heel leuk. Die doet ook heel leuk. Maar die begint steeds met humor. Goeie, goeie humor. Speler, ja. Maar die kan steeds met humor gaat hij. We hebben ook een paar films natuurlijk met maar hij is best wel heel divers is hij natuurlijk. Hè? Want als je hem kijkt in Ballers, zeg maar zeggen, die serie, dan is hij toch wel weer wat serieuzer. Speelt hij ook wat, soms wel dramatischer. Ja, die serie heb ik nog steeds niet gezien. Dus dat is heel jammer. Dan moet ik gaan kijken. Een gemis voor mij. En ik even kijken, hoe heet ze weer? Ja, Karen Gillan. Karen Gillan. Wat een mooie vrouw is dat, zeg. Ja. Ja. Ik wilde een ander woord zeggen, maar ik hou het even mooi van. Als ik een MeToo hashtag wil. Als je een hashtag MeToo hashtag ja, ja. Dan moet ik dit hebben. Nee, dat is echt een mooie vrouw. Ja, echt een vrouw. Ook mooi kostuum met ze aan en zo. Ja. Ja, top. Dat hebben ze echt leuk gedaan. Dus echt die personages die ze dan verzonnen hebben. Niet te vergeten, Jack Black. Ja, ja. Jack Black zit, hij is een man, maar hij speelt een vrouw. Een vrouw als een man, dus. Ja. En, dus en die zit, doet hij heel goed. Doet hij heel goed. Dat is heel leuk, heel leuk heel bij elkaar. Leuk, dus, heel leuk. Dus ik, dat is echt, en het was echt een klassieke avonturenfilm. Klopt, ja. Maar voor de CGI vond ik ook goed. Ja, dat was niet, nee, niet veel. Kijk, je ziet wel af en toe, als je 80 minuten... Maar het originele Jumanji gevoel komt zeker wel terug in deze film. Bijvoorbeeld die neushoorns, volgens mij kwamen die in de originele ook naar voren. Ja, klopt. Ook weer, een stampede, Ja, dat kwam weer terug. Ja, klopt. Ook in het water en dat soort dingen. Dus er zaten heel veel dingen dus voor de mensen die het eerste deel erg leuk vonden. Moet ook zeker deze, gaan kijken. Ook heel erg leuk deze. Ja. Oh, een verrassing, want we gingen altijd een beetje volgens mij de biscoop in van... Ik denk dat het zal wel omdat... Wat moet het gaan worden? En dat vond ik echt een hele grote meevaller. Dus de plotline was gewoon leuk. Ze hadden de goede acteurs opgezet. Die allemaal gewoon goed een rol vervulden. En dus goed samen speelden ook. Vond ik. Ja, dat was niet... Paste. En ik vond hem lekker snel gaan. Dus ja, hij ging niet... relatief snel. Ja. Voor een relatief lange film, volgens mij. Ik heb wel het idee... Nou ja, jij zei hij ging snel, maar ik had wel het idee dat het nog wel lang... Dat een lange film was. Ja, maar... Maar hij verwilde niet. Nee, hij ging lekker door. En dat vind ik toch wel... Ja, ik heb zelfs in Star Wars gehad. Ik dacht van nou... Ja, dat... Nee, daar gaan we niet over praten. Daar gaan we niet meer over praten. Nee, maar dit is toch trouwens even leuk. Dat je kunt dus wel een goed vervolg maken. Klopt. Dat is wel even leuk om er aan te geven. Klopt. Het kan wel. Dus maar kan ik wel. Denk als ze nu een derde gaan maken... Dan gaat het vervelend worden. Ja. Dit was leuk. Deze. Ja. En nou is het goed zo. Ja. Ik vind wel. Deze kun je nog een keertje kijken. Ik zou alleen geen deel 3 meer maken als Kummers. Nee. Want dan wordt het te veel van hetzelfde. Ja, dan moet je echt iets heel snel. Dan moet je goed nadenken. De personages waren trouwens wel leuk genoeg om het daar op een film uit te bouwen. Maar misschien hoeft het dan geen Dumanzi te zijn. Maar ja, dan is het eigenlijk ons... Dat, ja, doen we niet. Maar het zijn gewoon leuke, goede acteurs. Maar wel een leuke bioscoopfilm. Zeker een leuke bioscoopfilm. Ja. Zeker leuk om naar te kijken. Ja, moet ik zeggen. Aanraden. En we hebben 3D gezien, dat is ook goed. Dat is ook goed. Geen probleem. Nee. Ik vond alleen de 3D effect. Had je ook 3D effect? Nee, ik vond niet echt dat je denkt van, oh 3D, dit is dit. En, nee, het is niet zo dat je een dingetje langs je kop ziet vliegen of zo. Dat hebben ze niet gedaan. Nee, het is niet echt, als ik kijk van waarvoor ik die wil op gehad. Nee, we hadden niet hoeven, maar dan nog met stoorde ook niet. Je hebt ook nog eens die 3D in je kop aankrijgt. En waar moet je dan naartoe nu, hè? Waar moet je anders naartoe? Het is nu december 2017, waar moet je naartoe? Ja, Star Wars viel tegen. Er draait niks in de bioscoop verder. Nee. Dus dan is Jumanji een... leuk film. Een leuke film om te toe gaan. Hé, maar een cijfer. Wat geef je hem? Ik geef hem een 7. Nee, ik ga erover. Ik vond het een leuke film. Ik geef hem een 7,5. Dus, ruime voldoende. Ruime voldoende. Zeker leuk om te gaan. Oké. Ik zou zeggen, gaan en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg. Dag.